Hi Maagd, leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 27. En het is van maandag 1 juli tot en met zondag 7 juli. De kaart is goed om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Maagd alsof deze week een week is waarbij je een behoefte hebt om heel veel met mensen in discussie over bepaalde zaken te gaan. En dat geeft jou eigenlijk de ruimte om de dingen een beetje op zijn beloop te laten. Dat lijkt een beetje een dubbel iets, omdat je het gevoel hebt dat je dus heel duidelijk je eigen mening wil laten horen. Maar ik heb juist het idee op het moment dat je je dus uitspreekt, je dus eigenlijk ook dingen kan laten bezinken, omdat je gewoon heel graag wil weten hoe andere mensen daarin staan. En juist dat stukje dat je ineens gaat kijken van, oh, zo kan je het bijvoorbeeld ook zien, dat lijkt je eigenlijk de basis te geven om goede besluiten te gaan maken. Dus het is eigenlijk een hele positieve week, omdat je echt aan het onderzoeken bent hoe je bepaalde dingen in goede banen kan leiden. En dat je echt dat besluit dat je wil nemen heel goed voor jezelf onderbouwd hebt. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.